van harte welkom bij de allerlaatste wedstrijd van deze halve finale tussen Content Almere en DKC. Het herenenkelspel tussen Justin Teeuwen en Mark Kaljouw. En zoals gezegd, de allerlaatste wedstrijd dus die gespeeld gaat worden tussen deze twee grootmachten in het badminton. En ik zal maar niet verklappen hoe spannend deze wedstrijd is. Dat gaan we op het einde wel zien. En dan gaan we zien aan het gejuich van de mensen. Dus we houden het nog even spannend als u de uitslag nog niet heeft gezien. En anders denkt u, laat die jongen maar praten. Ik ga genieten van dit potje tussen Almere en DKC. En het wordt zeker genieten. En waarom, hoor ik u denken. Nou, het komt ook een beetje door de track record van beide mannen. Want Justin Teeuwen verloor nog niet. Voorafgaand aan de halve finales, want dat moet ik er wel bij zeggen. Was ongeslagen in de competitie. In het eerste deel. Maar tegen Joran Kwekel verloor hij. Deze was wel ver uit trouwens. Dat we even gezegd hebben. Hè. Maar Justin Teeuwen verloor van Joran Kwekel. Dat was best opvallend. En Mark Kaljouw deze ding. Althans, hij won van Erik Pang. Dat is zeker niet je ding doen. En hoe gaat dit eruit gaan zien? Dat is de vraag. In ieder geval de voorsprong nog voor Mark Kaljouw. In de beginfase van deze eerste game. Wat wel een lange partij gaat worden. En er is veel publiek vanaf de zijkant. Nog steeds. En hier is het verschil 5 punten voor Mark Kaljouw. En kijk eens hier, wat een prachtige slagen weer hoor. 16 tegen 10. In het voordeel van DKC. En we schuiven een stukje op en is het al 18 tegen 10. Zeer groot verschil in de eerste game hoor. Voor DKC. En kijk eens, weer fantastisch geslagen. Het is niet helemaal te zien, maar hij was echt wel binnen de lijnen. En zo is hier gamepunt voor Mark Kaljouw. En deze gaat uit tot Justin Teeuwen. En zo is het 21-11 in de eerste game. Makkie voor Mark Kaljouw. Maar of dat ook gaat gebeuren in de tweede game is de vraag. Want Justin Teeuwen is geen kleintje. En die wil je voor eigen publiek laten zien dat dat ook echt zo is. Maar het begint weer niet goed in de tweede game. Hier staat het 2 tegen 6. En deze gaat uit. En zo is het weer 5 punten. Nu heb ik het over het gat tussen beide mannen. Dat is een fors verschil. Hier bij een stand van 5 tegen 9. Justin Teeuwen even de regie in handen. Mark Kaljouw moet anticiperen. Ah, dit is mooi te zien hoor. Mooie rally. Maar dat doet nu even rustig aan. Voor zover er gezegd mag worden. En op het moment dat ik dat zeg, slaat Mark Kaljouw de shuttle in het net. En zo pakt Almere een zeer belangrijk punt. Want je wil natuurlijk niet dat DKC steeds meer uitloopt. Maar hier is het gat nog steeds 5 punten. Oei, Mark Kaljouw bijna met een punt daar. Goed gepareerd van Justin Teeuwen. En Justin Teeuwen doet rustig aan. Raakt niet in paniek. Je ziet met de blik in zijn ogen dat het qua concentratie wel goed zit. Maar goed, het gat is nog steeds 4 punten. Mark Kaljouw en deze ging uit. Leek zo te zijn. Het was een opvallende situatie daar. Maar je ziet aan Almere dat ze steeds meer terugkomen.
Justin Theo wordt steeds agressiever in zijn spel. Hij staat steeds geconcentreerder te spelen hoor. En deze gaat uit van Maracaljo. Oei oei oei. Het publiek zet er nog maar eens een tandje bij. Hier bij een stand van 17 tegen 19. Citeo, oh wat een smash echt. Ongelooflijk. Goed de ruimte daar gezien. Aan de linkerkant. En hier de D-side van DKC. Die zijn ook vocaal lekker aanwezig. Een biertje erbij. Helemaal prima. Maar in de wedstrijd is het geen tijd voor bier. Zeker niet. Want het staat 20 tegen 20. In de tweede game. En hoppakee, wat een belangrijk punt voor Justin Theeuwen. Jawel. Cruciaal punt daar hoor. Want hiermee blijft hij in de wedstrijd. Hier is het 21 tegen 20. En een foutje van Maracaljo. En zo komt Content Almere terug in de tweede game. En als we naar de games kijken, staat het 1 tegen 1. Ja, de toeters en bellen. Ja, in dit geval letterlijk. Die kunnen weer uit de kast gehaald worden. Want we gaan nog even door. Wat leuk voor de wedstrijd dat het nog even door mag gaan, hoor. Kijk, het gebalde vuistje daar van Justin Theeuwen. Ja, het gaat gelijk op. In de derde game. Ja, zoals gezegd, de eerste wedstrijd, de gehele wedstrijd, werd gewonnen door Almere met 5 tegen 3. Ik hou het voor nu nog even spannend, zodat u eerst nog alle andere wedstrijden op sportreport.nl kunt bekijken. Of op onze YouTube-pagina. Kunt u andere kijken naar de heren enkel van Erik Pang. Mooie partij. En naar de heren dubbel. En daar doet bijvoorbeeld deze Maracaljo mee. En ook nog eens Erik Pang. Zeker de moeite waard. Terwijl er ondertussen gediscussieerd wordt met de scheidsrechters. En hoppakee. Dus een deel weer goed gezien hoor. En goed geslagen. En zo moet DKC wat meer gaan aanmoedigen. Ik zag het eentje daar begreep. Ik zat onderop met de baard. Oei. Kijk eens. Een backhand smash is dat. En hier nog een keer. Dat was mijn backhand. Maar wel weer goed gesmashed. Dus hier staat Maracaljo steeds een beetje op voorsprong. Heb ik het idee. Of is het nu steeds maar één punt? Zeker ook in de eerste twee games. Terwijl deze toch ingaat. Almere krijgt een punt. Ja, eigenlijk staat Maracaljo de gehele wedstrijd al op voorsprong. Behalve op de momenten dat het echt moet. Maar hier is het gelijk. 17 tegen 17. Justin Theeuwen, oh ja, je zag hem aankomen. Je zag hem aankomen, jawel. En hij zet er ook nog eens alle kracht achter hoor. Ja, het is mooi om te zien. En hier wordt het 20 tegen 17. Kijk eens, nog één keer de aanmoediging langs de zijlijn. En ik zei dat ik niks heb verklapt. Maar dat mag ik nu wel gaan doen, denk ik. Want gaat Content Almere hier het punt verzilveren? Justin Theeuwen. Daar gaan we. Is dit de laatste rally van de halve finale? En jawel, dat is het geval. Justin Theeuwen wint in 3 games van Maracaljo. En kijk eens naar de blijdschap van Content Almere. Dat kan maar één ding betekenen en dat is ook zo. Almere gaat naar de finale van de Carlton Eredivisie. Die gespeeld zal worden op 13 februari in Den Bosch. En zij verslaan hier de regerend landskampioen DKC. Hier in de Sporthal Raggers. En overtuigend hoor.
En wat een prestatie hier van Content Almere. Wat hadden we dit verwacht? Ja, TKC is een lastige tegenstander natuurlijk. Maar ze zijn van de troon gestoten. En zo gaat Almere dus door. Wat een prestatie hier van Justin Tilwer.